Het gigantische skelet van de finvis van het Universiteitsmuseum is dakloos. 101 jaar geleden is de walvis aangespoeld in Zeeland en daarna gedoneerd aan het museum. Ja, die heeft altijd in het Natuurmuseum gelegen en daar is hij ook tentoongesteld. Maar daarvoor was hij hier op het biologisch centrum, waar we nu zijn, was hij ook al te zien. En nu zit de universiteit en het Universiteitsmuseum er een beetje mee in zijn maag. Nu ligt het onder barre omstandigheden in een stookhok in een kelder van het voormalige biologische centrum in Haren. Het is een heel groot ding, dus het is moeilijk om hem ergens kwijt te raken. Uh, hij ligt hier absoluut niet ideaal. Het is hier, uh, nou ja, het is wel donker, dat is goed. Uh, gelukkig is het botmateriaal vrij bestendig, dus het kan wel wat hebben. Het skelet is 22 meter lang en 4 meter breed. We staan hier bij de, bij de kop van de Vinvis. Um, de kop is in vier delen. Uh, dit, dit zijn twee uh, stukken bovenkaak. En daarnaast zie je twee stukken onderkaak liggen. Ja. En, uh, nou, je ziet, dit is eigenlijk het voornaamste gewicht van het beest. Het, hij weegt uh, ongeveer anderhalf ton. Wat we hier zien uh, zijn de, de wervels, uh, twee voorpoten en twee ribben. Ze zijn allemaal hartstikke netjes ingepakt zodat ze makkelijk te hanteren zijn. De oud-conservator heeft wel een plekje in gedachten voor het monumentale skelet. Ik uh, zou hem het liefst uh, in het, uh, het nieuwe gebouw voor levenswetenschappen van de universiteit zien... Uh, ja, ergens waar hij tentoongesteld is, dat, uh, dat zou het mooiste zijn. Want het is een prachtig beest en hij moet gewoon uh, ergens zijn natuurlijk. Ja. Helaas heeft de architect van dit gebouw het idee afgewezen. En moet het skelet nog een tijdje in de kelder bivakkeren.